aanhanger. En ze helpen mij ook om die spullen in de aanhanger te zetten. Hè? Dan ga ik verder kijken in het schuurtje. Oké, hoi Piet. Nou is er vanavond een bijeenkomst geweest, dus klopt. Eigenlijk een soort inlichting over inbraken op de Schuilvorst. Dat klopt. Wat is jullie taak daarin? Onze taak? Nou, wij zijn, als we lopen, als er een inbraak is, dan gaan we even kijken naar de mensen op afstand. Dus we weten dat als er een inbraak is geweest, bellen wij de politie en we blijven een beetje in de buurt. Om te kijken wat ze doen. Dat is het. Ja, we lopen dan tussen 7:30 en 10:00 lopen wij. Dan pakken we ook alles mee. Dus ook het park, wat heel donker is, pakken we ook wel mee. Dat er niks bijzonders loopt. Mensen moeten ook gewoon fatsoenlijk door het park kunnen fietsen. Ook in volle veiligheid, dat moeten mensen ook wel weten. Dus daarom lopen we daar ook. En we kijken altijd of wat er zich allemaal afspeelt. Als we dan toch die ronde pakken, dan lopen we ook gelijk allerlei andere straatjes allemaal nog wel af. Ook verdachte situaties melden we wel. We kijken bijvoorbeeld naar auto's of die dicht zijn of niet, afgesloten zijn. En we kijken ook naar huizen. Tegenwoordig ook, vooral je hebt een inbraak in het najaar, of ze donker zijn of niet. Nou, donker is sowieso wel fout. Als je veilig wilt zijn in huis, dan moet je huis verlicht hebben. Ook al ben je er niet. Ja. Een filmpje en je vertrouwt het niet, bellen. Mensen zetten de camera alleen omdat sommige mensen kijken niet naar de camera, hè? Want ze zeggen er is niks gebeurd, dus uit, weet je? Wat valt hier op de Schuilvorst te regisseren? Ja, mooie vraag. Wijkregie. Wat we regisseren is dat wat we binnen het stadhuis doen, verbinden we met dat wat er in de stad gebeurt. Dus voor het Schuilvorst betekent dat we gaan goed kijken naar wat Schuilvorst nodig heeft, wat de bewoners daarin kunnen betekenen, maar ook wat we vanuit professionele collega's daarin nodig hebben. En die ketenregie, daar heb ik een rol in. Ik heb een verbinder tussen dat wat er bedacht wordt in het stadhuis, dat ze dat niet zomaar bedenken. Nee, dat ze dat bedenken met input van de bewoners. Dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met de wijkondersteuner vanuit Averdam. Dat is vaak het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Wat niet wil zeggen dat ik onbenaderbaar ben, zeker niet. Ik wil heel benaderbaar zijn. Maar Leonie is echt er voor de bewoners en ik probeer echt professionals op aan te zetten. Dat die twee bij elkaar komen. Dat tekent zijn mondje. Hier hebben ze een mond. Sla maar over. Het zijn allemaal die tekens. Pak een takje. Zet ze die voor je huis. Want deze mensen zijn niet thuis. Af dan pakken ze een tankstoker, stop ze in de slindersloot, breken ze. En dan willen ze kijken of er iemand vandaag thuis is geweest. De preventie, buurtpreventie ook een rol in. Wat is hun rol naar de politie toe? Allereerst, buurtpreventie is niet alleen tegen inbraken. Daar is het vanavond over gegaan, maar daar zijn ze niet alleen voor. Natuurlijk is dat het ultieme doel, om inbraken te voorkomen. Maar buurtpreventie is eigenlijk niet meer en minder dan stel extra ogen en oren in de wijk. Ze lopen geregeld door de wijk en zien dus ook veel. Daarnaast zijn ze dus getraind, in elk geval onderwezen, van hoe meld ik zaken. Hebben ze dingen die ze niet vertrouwen, dan wordt het bij de politie gemeld. Of dingen die kapot zijn in de wijk, lantaarnpalen, stoeptegels. Dan wordt dat bij de gemeente gemeld.